Onias Landveld is inmiddels al een aantal maanden de stadsdichter van Tilburg. Vanuit die functie heeft hij al verschillende gedichten geschreven over de stad. Maar op donderdag 18 januari staat hij ook met zijn voorstelling Verhalen van mijn ontstaan in Theater Tilburg. Vertellen van verhalen is voor mij een manier om te connecteren, om mensen te leren kennen en ook jezelf te leren kennen. Het zijn parabellen die je kan gebruiken om informatie over te brengen, les te geven, zeg maar. Ik hou heel veel van verhalen. Van kind af aan heb ik alles gelezen dat los en vast zat, dat bij mij in handbereik kwam. Mijn vader is docent, mijn moeder ook, dus ze hadden altijd boeken in huis. Datgene wat mij altijd aantrok van verhalen is dat ik mij erin kon verliezen. Ik zat dan onder een boom en dan zat ik te lezen en 3 uur later riepen ze me om te komen eten. Als je mij wilde straffen, moest je mijn boeken ook wegnemen. Dat was de manier om mij in het gareel te krijgen. Dus je had ook echt letterlijk geen kind aan mij, ik was heel rustig. Maar het is voor mij een manier om je fantasie te laten spreken, om je zorgen even te laten vergeten. En ook de wereld van de andere kant te bekijken. Je kan het een goed moraal kan je in een science fiction verhaal stoppen. Of in een klassiek verhaal, iets van de geschiedenis of in een hedendaags verhaal. Je kan er zoveel kanten mee op. Het zijn werelden naast elkaar die je kan creëren en waarin je je kan verdiepen. En het leuke vind ik altijd als men zegt, ja, de stadsdichter van Tilburg komt eraan en dan stap ik naar binnen. Jij bent geen dichter. En dat zie ik eigenlijk als een ingang. Want dan stel ik altijd de vraag, ja, hoe ziet een dichter er dan uit? Ja, niet zoals jij. Maar ik vind het wel mooi. Je hebt bijvoorbeeld Derek Otter heb je in Rotterdam. Hij zit in de spoken word, in spoken word gebied. Maar ik vind hem een dichter en een spoken word artiest, een performer. En dat begint gewoon te mengen. De wereld verandert. De jeugd kijkt anders naar literatuur, kijkt anders naar tv. Ik kijk bijna niet eens tv. Maar als zij een manier vinden om met mensen een verbinding te maken door een kunstvorm dat hun wel aanspreekt, waarom zou ik dat niet gebruiken? Ik vind wel dat er meer aandacht mag komen, maar ook voor de moderne, tussen haakjes, vorm van dichten. En als men dat spoken word noemt, geweldig. Maar het punt is wel dit. Een dichter en een spoken word artiest, als je die zo uit elkaar wilt halen, zijn beide mensen die vanuit het hart schrijven. Zijn beide mensen die iets te melden hebben en dat willen delen. En het zijn beide mensen die groepen aanspreken en kunnen spreken. Maak daar gebruik van. Ik vind het niet erg als iemand tegen mij zou zeggen van, nou, wat jij schrijft is best wel simpel. Want ik heb leraren die naar mij toe komen en zeggen van, hey, wat jij hier hebt gedaan, de jongeren zijn erin geïnteresseerd en ze beginnen te lezen. Dan heb ik liever dat ze met mij beginnen en ze eindigen bij Tolstoj, dan dat ze helemaal niks doen. Dus wat dat betreft vind ik wel dat ze wat meer geluid hieraan mogen geven. Maar ook laten zien van het dichten is niet zoals het was in de jaren 20 en in 18 nog wat. Of in de jaren 50, 60, 70, 80. Het is dat allemaal. Het heeft een ontwikkeling doorstaan, sta daar open voor. Dat gezegd hebbende, dat er in wat er in de jaren 20 gebeurde en 1800 en 1950, 87, dat is ook mooi. Want dat is wel de basis waarop men is gaan bouwen en dat moet je niet vergeten. Dus ik vind wel dat gezien moet worden, maar ook de nieuwe vorm. Ik heb het de 18e van januari, dat is volgende week donderdag dus, het heet Verhalen van mij ontstaan. De reden waarom ik dit wilde doen is omdat ik mezelf aan Tilburg wilde introduceren. Heel veel mensen hebben natuurlijk gelezen dat ik de nieuwe stadsdichter ben. Men heeft een aantal stadsgedichten van mij ook onder ogen gekregen. Er staan wat materiaal online. Maar ik vind dat ik mij nooit echt aan Tilburg heb kunnen laten zien. Ik treed vaak buiten Tilburg op, maar dit is natuurlijk wel mijn stad. Dit is mijn thuis. Ik woon hier al 20 jaar. En ik wilde dus de kans aangrijpen om de mensen uit te nodigen en
mij te leren kennen. Waar ik vandaan kom. Hoe het komt dat ik de persoon ben geworden die ik nu ben. Waarom ik sommige gedichten de wereld ingooi. Hoe ik kijk tegen sommige aspecten in de maatschappij aan. Hoe je daar tegenaan kijkt. En ik vind dat heel belangrijk, want ik ben een dichter voor de mensen, van de mensen, van Tilburg. Dus waarom zou je je stadsdichter niet leren kennen? De mensen die ik heb uitgenodigd, Babs Gons, Juan Carlos Goyo, Esther Porcelein en Gerson Mijn, dat zijn ook verschillende, heel sterke artiesten in hun eigen recht. En zij zijn ook sterke verhalenvertellers en dichters en muzikanten. Ik heb hun gevraagd om met mij hier te staan, omdat ik de mensen ook wil laten zien wat er mogelijk is binnen spoken word. En als zij mijn naam lezen of ze verwachten dat ik ergens optreed, wat zij dan te zien kunnen krijgen. Ik wil Tilburg eigenlijk gewoon wakker schudden. Dat is de reden waarom ik dit aan het opzetten ben. Ik wil heel veel gedaan hebben met talentontwikkeling. Ik wil dat ik kan zeggen, nou, ik heb jongeren uitgenodigd om expressie te tonen, om te schrijven, om te maken, om te performen. Dat wil ik voornamelijk hebben. En ik wil ook niet dat iemand zou kunnen hebben gezegd van, Onias sprak nooit als er iets gebeurde in Tilburg. Ik ben iemand, ik schrijf vanuit inspiratie. En als iets gebeurt, ik zie iets, dan schrijf ik erop en dat komt dan naar buiten. Ik ben ook niet iemand die zich de mond laat snoeren dan in dat geval. Dat was ook de eis die ik heb gesteld aan de commissie. Ik zei van, ik wil dit heel graag doen, maar dan wil ik niet gemuilkorfd worden of ik wil niet voor iemand zijn karretje gespannen worden. Ik wil totaal vrij zijn en onpartijdig. Dus ik wil niet dat iemand tegen mij zou kunnen zeggen van, hé, je bent partijdig geweest. Ik wil echt geschreven hebben voor Tilburgers, over Tilburg. En of het nou iets is met een kritische toon of iets is met een lovende toon, het moet altijd gestoeld zijn op waarheid. Dat is wat ik wil. Er is veel meer dan dat ze weten. En er is genoeg talent in Tilburg. Ik ben een Tilburger en ik wil daarmee showcasen. Ik wil degene die deze show zien en het spreekt hun aan, ook aanmoedigen om zelf iets te maken, om zelf ook naar buiten te treden, want dat mag wel. Ik had een vriendin van mij, trad op in de Muze deze week. Prachtige show, ik kon er jammer genoeg niet bij zijn, maar van wat ik had gehoord was het heel mooi. En zij is ook net 2 jaar bezig, geloof ik. Een hele sterke performance. Carlijn Vlaardingenbroek, docenten. Maar dat is prachtig wat ze doet. En zo wil ik meerdere mensen uitnodigen om op te staan en iets te creëren en te combineren. En door Noord-Brabant te verspreiden en naar de Randstad en omhoog door Nederland heen. Tilburg mag gezien worden. Het is de 6e stad van Nederland. Laten we dat ook laten zien.